Hallo, zo noemt hij. Ik ben Mark en ik ben vandaag hier Prins en Architect. Voorafing zijn ik hier gebleven, waarbij we in ieder geval de cellenblok in ieder geval helemaal hebben geregeld. Dus dat is heel fijn. Ja, ik heb vandaag niet heel veel tijd, dus ik ga deze aflevering in ieder geval een beetje proberen snel te regelen. Dus ja, we gaan in ieder geval proberen op misschien één cellenblok alvast te kunnen regelen. Ik weet niet of het wel gaat lukken, maar dat zien we vanzelf wel. Even zien. Zo. Misschien ook even een grote leiding. Ja, tot hier. En dan doe ik het gewoon overal. En dan weer zo. Zo. Oké, hoppakee. Nou, wanneer dat bezig is, ga ik in ieder geval even kijken. Clone tool. Nou, ik wil in ieder geval wel vandaag de muurtjes of neerzetten. Dan ga ik waarschijnlijk de volgende aflevering in Prison Architect de inrichting doen. Dit wil nog wel eens veel gaan kosten. Oh, daar zijn we rellen bezig. En ze zijn weer gestopt. Prachtig. Het gevaarniveau ligt gewoon heel hoog. Ik ga ook proberen om dat in ieder geval nog laag te halen, maar ik weet niet precies hoe. Boven mijn mannetjes hebben in ieder geval nog heel wat dingen nodig om te bouwen in ieder geval. Ze zijn maar met z'n 20, dus. Nou ja, neem de tijd. Ik heb toch. Ja, niet zozeer dat ik heel veel tijd heb, maar oké. Moet het daar nog in komen? Ik wou gewoon nu alles met de inkomen die ik per uur heb. En ja, het werkt. Ik wilde misschien niet hier van het snelste zijn, maar oké. In de tussentijd, wanneer ik toch aan het wachten ben, gewoon alvast deze dingen laten patrouilleren. Ben je rellen? Why? Moeten we maar even wachten. Ik heb nu de hele tijd.
Top. Nu dat is geregeld, gaan we weer even verder de muren maken. Personeel. De patrouilles die zijn er nog mee bezig. Mooi. Ik heb alleen die blauwdruk weer niet goed gezet. Ik weet ook niet precies vanaf welke aflevering we deze blauwdruk er al hebben staan, maar volgens mij al een klein tijdje. We krijgen in ieder geval een redelijke inkomen om in ieder geval alles te kunnen neerzetten. Dat scheelt. Nou, ze patrouilleren ook allemaal mooi. Volgens mij is er ook een bewaker dood. Ja. Halen we er gewoon weer even bij. Je moet ook wat thesis hebben binnenkort. Echt gewoon. Wanneer ik een volle gevangenis. Ik weet niet precies. Misschien bij aflevering 30 dat ik dat wil gaan doen of zo. Misschien iets later. Dan wil ik deze gevangenis wel gaan verkopen. Nou, dan zet ik hem natuurlijk wel op de Steam Workshop. Zodat hij in ieder geval wel downloadbaar is. Maar ja, dan heb ik natuurlijk een beetje inkomens. Dan kan ik natuurlijk al een goede stad maken. Oké, nog één celblok en dan is het eigenlijk al wel weer deze aflevering al afgelopen. Wegen dat het wel een beetje laat is op het moment, maar ja, dat maakt op zich niet uit. Ik wil straks nog wel even naar de waarde kijken, hoe hoog die nu staat. Eerst was iets van 800.000 of 900.000 misschien. Niet zo hoog, maar zoiets. Ja, dat moment dat je er maar $1 had. Daar wil ik ook, nadat ik deze subblokken ook heb neergezet. Dat ik minder belasting heb. Misschien ook wel handig. Oh, ik ben hier een stuk. Is dit? Oh, nee, dat wordt al gedaan. Oké, top. Ik wou zeggen. Dat was ik wel vergeten ofzo. Motherfucking rennen, de hele tijd. Stad in dit gebied. Ik zet hier gewoon een bewaking in. 3. Hoe ga ik deze rellen eigenlijk allemaal een beetje oplossen? Dat is het grootste vraag die ik heb. Misschien wel eens handig om even een video op YouTube of zo te gaan bekijken. Wat misschien wel een handig idee is hiervoor. Zo vaak rellen, dat is echt gewoon niet goed. Een keer kan het wel eens gebeuren, maar niet zo vaak.
Ga ik het nog lullig maken, ook nog een grondig onderzoek. Zullen we nog gaan spelen, dan doe ik het ook. Dit vinden ze ook niet fijn. Boeien, dan moeten ze maar niet constant zitten rellen. Nou ja. We hebben echt wel gewapend of bewaakt nodig meer hondentrainers. Sowieso. Misschien neem ik het er nu gewoon alvast wel aan. Even een wapenrek. Ik ben er een beetje klaar mee met al dat agressieve gedoe. Het is vooral in de douche. Vooral. Omdat daar plaats delict is, ga ik ook gewoon daar een gewapende waker ook in de buurt laten rondlopen. Deze patrouille die zie ik gewoon zo. Zodat dit wel een beetje apart gedeeld heeft. Daar zit dan een gewapende bewaker. Beetje money. Oké, ik kan er nu al 11 mee aannemen. Oké, daar hebben we in ieder geval een extra gewapende bewaker aangenomen. Dus ik hoop het leuk vonden. Geen vraag voor het kanaal. Zie ik volgende keer weer. Later.